Hallo, welkom bij 123 e-learning. En vandaag kijken we naar het laatste deel van serieschakelen. En wat kunnen we nu nog zoal serieschakelen? Wel bijvoorbeeld batterijen of bronnen. Dat komt veel vaker voor dan dat je zou denken. Want het lijkt op het eerste zicht, waarom zouden wij bronnen in serieschakelen? Wel, ik neem hier de afstandsbediening van mijn decoder. En als we die gewoon al open doen, dan zie je daar twee batterijen in zitten. Waarom steekt men twee batterijen of drie batterijen in speelgoed, afstandsbedieningen en zo meer? Wel, dat gaan we nu gaan verklaren. En hiervoor starten we met eerst de basiskring. De basiskring is hier een weerstand van 100 ohm en een batterijtje van 5 volt. Ik weet dat we normaal 1,5 volt gebruiken, maar het simulatieprogramma stelt 5 volt voor. Geen probleem. We plaatsen een voltmeter erbij, parallel over de verbruiker of de bron. En we plaatsen ook nog even een amperemeter in serie met de kring, waardoor dat we ook de stroom kunnen meten. En je ziet hier netjes de stroom vloeien. Wat zou er nu gebeuren wanneer ik een batterij in serie plaats met de eerste batterij? Als we dus een batterij in serie plaatsen met de eerste batterij, dan gaat de algemene spanning in uw kring gaan verhogen. De spanning van de eerste batterij, die elektronen aan het duwen is op uw kring, de tweede batterij die zal meehelpen en die zal nog een beetje meer gaan duwen. Gevolg, de spanning gaat omhoog. En omdat we binnen de wet van Ohm zitten en met een vaste weerstand werken, met meer spanning, zal er nu ook meer stroom gaan vloeien in de kring. Kunnen we nog hoger gaan? Laten we even kijken. En ja, we kunnen natuurlijk nog hoger gaan. Eigenlijk kunnen we tot het oneindige omhoog gaan. Je kan zelfs, wanneer je thuis nog 1,5 volt batterijtjes liggen hebt, eventueel die bijna opgebruikt zijn, dan plaats je die maar eens allemaal in serie naar elkaar. Tot 200 volt? Ja, het kan. En natuurlijk kunnen we nog een derde bijplaatsen en eigenlijk kunnen we blijven bijplaatsen, want de spanning die gaat altijd meer en meer omhoog. Je ziet hier ook nu dat de stroom mee omhoog gaat, omwille van de wet van Ohm. I is gelijk aan U gedeeld door R. En uiteindelijk zie je dus dat heel die kring meer en meer omhoog begint te geraken in spanning en stroom. Wel oppassen, bij serieschakelen van batterijen is er iets heel belangrijk. En daar kijken we nu in het volgende stuk naar. Zijn wij verplicht om altijd dezelfde batterijen in serie te plaatsen? Nee, ik plaats hier drie batterijen van 5 volt in serie. En ik heb hier nog ergens een grote batterijlijn. En we nemen nog een van 12 volt. En die plaatsen we er ook nog achter. En dat lukt, want je ziet dat de voltmeter gewoon mee omhoog gaat. De voltmeter zegt, mijn algemene spanning in de kring is 27 volt. En uiteraard is ook de stroom mee omhoog gegaan, weerom via de wet van Ohm. Maar er zit hier een gevaarlijk iets die ik niet kan simuleren. Dat is namelijk de maximale stroom dat uw batterijen kan leveren. Want ik heb hier zonder veel na te denken een grote batterij in serie geplaatst met allemaal kleinere batterijtjes. Nu moeten we gaan kijken hoeveel stroom die batterijen kunnen leveren. Want natuurlijk, stel je voor, en ik ga eventjes heel groot gaan denken, de 12 volt batterij kan 100 ampère leveren. Goed, maar wat als die kleintjes maar 1 ampère kunnen leveren? Dan wordt dat heel lastig voor die kleintjes. En uiteindelijk zal je zien dat in heel de kring die kleintjes niet meer kunnen volgen. Want de maximale stroom van uw kring zal gelimiteerd worden door de zwakste schakel in uw kring. Dus dat betekent als je batterijen vervangt in uw speelgoed of in uw afstandsbediening, en je denkt, oh, er is maar 1 batterij die slecht is, ik zal enkel die ene vervangen. Doe dat niet. Vervang altijd alle batterijen gelijktijdig, want de zwakste batterij bepaalt de totale stroom in uw kring.
Voilà, ik hoop dat je weer iets bijgeleerd hebt. En natuurlijk, omdat je wil hebben dat ik nog meer van die filmpjes maak over technische uitleg, vergeet dan niet op de subscribe-button te drukken. Dank u! Thank you.